Hoi allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een Oreo koekje maakt. Om het Oreo koekje te maken heb je 23 zwarte elastiekjes nodig en 9 witte. Ik begin met 2 zwarte elastiekjes vanaf de eerste pion naar links te plaatsen. Zodat het er zo uit komt te zien. Dan pak ik weer 2 zwarte elastiekjes. En die plaats ik vanaf hier recht naar voren. Dan pak ik weer 2 zwarte elastiekjes. En die plaats ik ook weer zo recht naar voren. Weer 2 zwarte elastiekjes. En die plaats je niet recht naar voren. Maar die plaats je zo rechts. Ja, rechts naar boven schuin, zeg maar. Dan pak je weer 2 zwarte elastiekjes en dan begin je niet hier, maar je begint hier weer vanaf de eerste pion. En die doe je naar rechtsboven. Nou ga ik weer 2 keer recht naar boven, zodat die tot hier komt. En doe je de hele tijd met 2 zwarte elastiekjes. Weer 2 zwarte elastiekjes naar voren. En weer 2 zwarte elastiekjes naar linksboven. Zodat die zo dicht is. Nu pak ik weer 2 zwarte elastiekjes en die plaats ik vanaf deze recht naar voren. En ik plaats hem weer recht naar voren met 2 zwarte elastiekjes. En ik maak hem helemaal dicht. Zo dus. Ik ga nu 2 piramides plaatsen. De eerste die doe ik zo. Deze 2. En die rek ik uit. Over deze pion. Dan pak ik weer een enkel zwart elastiekje. En die plaats ik ook zo. Maar die ga ik dan niet zo optillen, maar zo. Zodat het er als een... Ja, ik weet niet hoe het toch heet, maar zodat het er zo uit komt te zien. Nu gaan we het witte stuk van de Oreo maken. En dat doe je met witte elastiekjes. En die kun je zo dubbel vouwen, zo dus. Of je doet het op je haaknaald en dan pak je weer een elastiekje. En die doe je er 2 keer omheen en rek je hem uit. Deze manier vind ik makkelijker, dus die ga ik doen. Ik plaats hem zo neer. Vanaf deze eerste naar linksboven. Doe ik het nog een keer dubbel vouwen. En die gaat recht naar boven. Zo doe ik het de hele tijd. Hier ga je rechts naar boven. En nou begin je weer niet hier, maar hier. Doe deze even naar beneden. Ik vouw weer een elastiekje dubbel en ik plaats hem vanaf de eerste naar rechtsboven. Dan ga ik weer 2 keer naar boven met dubbel gevouwen elastiekjes. Dat was de eerste keer en dit is de tweede keer. Ik pak weer een wit elastiekje en ik vouw hem weer dubbel en... Die is gebroken. Ik pak even een andere. Die vouw ik weer dubbel. En die gaat zo links naar boven. Ik kan nu mijn Oreo koekje gaan haken. En dan moet ik eerst een capband voor opplaatsen. Ik draai hem om, zodat het makkelijker is om hem te haken. En ik duw die elastiekjes naar beneden. Ik pak een zwart elastiekje. En die... Doe ik 2 keer zo
om een haaknaald, zodat je twee lusjes ziet. En die rek ik uit en ik plaats hem op dat pinnetje dat ik net heb aangewezen. Ik duw nu die elastiekjes naar achteren, maar ik mag die witte, daar mag ik niks mee doen. Dus die negeer ik. Ik duw niet alleen de capband naar achteren, maar ook die witte elastiekjes. En dan pak ik de bovenste twee zwarte elastiekjes. En die haak ik naar voren. Nu haak ik heel deze rij naar voren. En ik duw eerst deze piramide. Ik noem het de hele tijd piramide, maar het is gewoon een driehoekje. Die driehoek die duw ik naar achteren. En dan pak ik die twee zwarte elastiekjes en die haak ik zo naar voren. Ik duw weer deze driehoek naar achteren. En dan pak ik weer de twee zwarte elastiekjes en die haak ik naar voren. Zo. Zo dus. En dan heb ik heel deze rij gehaakt. Dan ga ik weer terug naar dit pionnetje. En dan haak ik weer, die duw ik, die witte elastiekjes en de capband, die duw ik naar achteren. Ik pak weer de twee bovenste elastiekjes. En die haak ik naar links. Zo. Ik duw deze weer naar achteren. Mijn capband die gaat nou naar voren en dat moet niet. Dus die duw ik even terug. En ik duw deze elastiekjes naar achteren. Dan zie ik die twee zwarte elastiekjes en die haak ik naar rechts. En dan ga ik bij de linker. Ga ik zo die witte elastiekjes, die duw ik naar achteren. Maar ook die ik net, deze. Die net schuin gingen. Die duw ik ook naar achteren. Anders haak ik die mee. Dat moet niet. Nou, ik duw nou ook een elastiekje naar achteren die ik moet hebben eigenlijk. Ik heb die twee zwarte elastiekjes, die onderste. En die haak ik naar voren. Het is nou heel druk op die pion. Dus ik zet ze even wat verder op mijn haaknaald. En ik ga meteen alle pinnetjes aanduwen. Zo. Het is makkelijker om het erop te plaatsen. De tafel wiebelt helemaal. Ik duw weer die elastiekjes allemaal naar achteren. Nu heb ik ook een driehoek. En die moet ik ook naar achteren duwen. En ik pak die twee elastiekjes en die haak ik weer naar voren. Nu ga ik hem naar rechts, schuin naar rechts plaatsen. En dan moet ik die witte elastiekjes, die moet ik ook naar achteren duwen. En dan kom ik weer die twee zwarte elastiekjes tegen. En die... Die zitten heel strak. En ik haak ze zo er weer op. Ik ga weer helemaal terug naar het begin. Niet dit begin, maar dit begin. En ik haak die elastiekjes allemaal naar achteren. Tot ik de twee zwarte elastiekjes zie die ik moet hebben. En die zie ik. En die pak ik. En ik haak ze naar voren. Die piramide en die witte elastiekjes die duw ik nu naar achteren. En ik haak ze weer naar voren. Deze die moet ook gewoon naar voren. Die was blijven zitten. En ik duw weer die witte elastiekjes naar achteren. En ik pak de twee onderste zwarte elastiekjes. En die... haak ik naar voren. Ik heb er nu drie zo te zien. En dat moet niet. Ik moet er maar twee. Zo, hier heb ik er twee. En die haak ik ook naar het midden. Nu heb ik nog een wit elastiekje. En daarmee ga ik hem afsluiten.
Ik steek mijn haaknaald door al deze elastiekjes heen. Je mag er geen vergeten. En ik pak mijn witte elastiekje en die haak ik zo in mijn haaknaald. En ik trek hem strak. Ik haal hem door al deze elastiekjes heen. Soms kan dat heel moeilijk zijn en soms wat makkelijker. Nou is het best wel moeilijk. Want ik heb een ander wit elastiekje erbij blijkbaar. Zo, ik heb hem. En ik pak hem zo. Deze die was net los. Ik heb hem maar heel snel opgedaan. En die moet je ook op je haaknaald zetten. En dan pak je dat achterste elastiekje en je haakt hem er zo overheen. En dan trek je deze aan. Dan kan je Oreo koekje eraf. Ik ga wel even niet met deze haaknaald doen, maar met deze. Deze heeft een rond achterstuk. Dus dat is makkelijker met eraf halen. Dan blijft hij niet haken. En ik begin achteraan. Oh, deze blijft zitten. Die kan ook gewoon mee. En dan haak je gewoon zo je Oreo koekje eraf. Ik ga er gewoon even in. En hier zitten er heel veel, dus altijd. En daar steek je hem ook in. En zo komt hij er dan uit te zien. Nu is hij nog niet zo mooi vergeleken met deze. Je hebt sowieso een lusje en het zit heel raar. Dus ik zet even mijn spullen weg. En ik ga hem laten zien hoe je hem mooi krijgt. Je gaat er gewoon een beetje aan trekken. En proberen dat witte randje in het midden te krijgen. En nu heb je dit stuk. Dat zit heel los. Meestal zit er dan eentje heel strak en die probeer je dan wat losser te trekken. Je kan zo lang mogelijk doen totdat hij mooi is. Maar nu ga ik even laten zien hoe je dat lusje er zo in krijgt, zodat hij er zo uit komt te zien. En ik doe mijn haaknaald door die witte lusjes heen. En dan probeer ik... Oh, er gaat een zwarte mee. Dan probeer ik dat lusje, die probeer je zo te pakken. En er doorheen te halen. Zo. En dan heb je meestal zoiets, maar dan haal je hem gewoon nog een keer er doorheen. Zo. En dan is die meteen al een stuk mooier, vind ik. Komt hij er zo uit te zien. Deze is nou niet zo heel mooi. Ik heb net de video even op stop gezet. Toen heb ik hem wat mooier gemaakt en nu is hij wel mooi. Ik hoop dat het bij jou ook gelukt is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!